Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En zoals je ziet ben ik op stal en ik zit in de bak. Want waar is Jessie? Nou ja, Jessie is aan het rijden. En de bak is zo stoffig. Waarschijnlijk als je al mijn video's ziet nu, dan weet je dat wel. En het is nu gewoon echt niet te doen. Want ik ben ook in zeg maar de achterste hoek gaan zitten in plaats van bij de poort daarachter. Omdat ik hier misschien een beetje minder stof over me heen krijg. Jessie zit me echt op te lachen. Wat is het nou? Dag Jessie. Hi. Maar wat we ook gaan doen, Jessie gaat dus even balkjestraining doen. Dan gaan we waarschijnlijk een video opnemen die jullie dan in de vakantie gaan zien. En dat doet in de storytime. En het gaat over Jessie en Walkyrie eigenlijk. Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik ooit een keer een weekvlog, volgens mij heb ik een keer gezegd. Ja, toen heb ik de weekvlog niet afgemaakt omdat er iets is gebeurd met Jessie en Walkyrie. Maar dat ga je dus in de vakantie zien, dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. Jessie is ook aan het praten. Want jongens, Jessie heeft een Instagram-account. Jumping.reentje of reentje.jumping. Ik zal het even hieronder neerzetten. Ga haar zeker allemaal even volgen. En dan kun je ook af en toe een Instagram story. Gaat lekker allemaal. Een Instagram verhaal van Jessie zien. Dus nou is Jessie ook aan het praten. En ga zeker haar even lekker volgen allemaal. Ja. We moeten jou volgen, hè? Ja, ik doe eigenlijk nooit iets op. Jawel, Jessie gaat het nu weer doen. Dus Jessie doet ook aan Instagram vloggen achter iets. Dus ga er zeker volgen. Maar dat heb ik net al gezegd. Ik ga vandaag met Walkyrie waarschijnlijk even longeren. En dan even springen. Of ja, zeg maar met de staanders. Dus dan kijken of we weer een stapje verder kunnen in het springen. Dus ja, dat is eigenlijk de planning van vandaag. En ja, blijf dan zeker lekker verder kijken. Keeping me on, yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off, like a merry-go-round, my head is spinning. Nou, we willen hier misschien een video op gaan nemen op de hooibalen. Maar ja, er zijn niet heel veel hooibalen meer. We moeten alleen even kijken of het licht goed is. En zoals je ziet, daarachter is niet heel mooi. Maar daar zit het toch wel dan voor. Dus we moeten even kijken of het licht goed is. En dan gaan we hier een storytime opnemen. Oké, jongens, ik kan niet heel veel meer vloggen vandaag. Want mijn camera is bijna leeg. En zeg maar, het kaartje is bijna vol. Want we zaten hier achter video op te nemen. En we hebben echt keilang half uur. Oh. Ja. Maar we gaan misschien trouwens volgende week iets keileuks doen. En dat is, we gaan misschien op de stal slapen. In een tent. We moeten even aan de eigenaar toestemming vragen of we dat mogen. Niet zo van, hey, wat doen jullie hier of zo. Ja, wij komen hier slapen. In een tentie. Maar dan gaan we dus even kijken. Ik ga daar Walkyrie even pakken. Hoe laat is het eigenlijk? Het is 4:30. Oh mijn god, Jessie! 3:49. Wow. Nou ja, ik ga Walkyrie even pakken en dan even lanceren. Misschien kan Jessie dan even wat stukjes filmen. Ja. Deze vlog zal dan denk ik niet heel lang zijn eigenlijk. Nee, ik denk het ook niet. We praten straks nog wel even iets. Maar we gaan dus misschien volgende week lekker op stal slapen. En dat gaan we dan natuurlijk ook vloggen voor jullie. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. En ben jij nou benieuwd naar de storytime die... in de vakantie online komt. Hou dan zeker mijn kanaal in de gaten. En mijn camera staat nog op een statief. Dus vandaar een beetje het vreemde beeld. Maar we gaan nou even Walkyrie pakken. En het reentje staat nog te eten. Ja, als hij is niet naar binnen gekomen. Oké, we gaan kijken of reentje er nog staat. Daar is hij ook het hek heen gesprongen. Oh nee, hij staat er. Oh mijn god, hij schrok van ons. Reentje schrok toch? Ja. Misschien is dat wel van die tractor daar. Ja, zie, ik zei toch dat ik een geluid hoorde. Reentje schrok opeens met rijden heel erg. En daarachter, ja, jullie zien niet. Maar er is een tractor. Wow, mijn hoofd is echt heel dicht in beeld nu op dit moment. Maar er staat dus een tractor. En Jessie was wel op blijven zitten tijdens het rijden. Ja. Dus nou gaan we die vieze knol pakken. Grapjes. Oh, grapje. Dat is echt mega vies. Dus dan gaan we even longeren en even springen. Maar niet vrij springen. En dat zullen jullie zien binnenkort. Ja. Waarom? Dus dat gaan we eventjes doen. I see you rapping about. I'm sure as hell not. Nee, daarom. Nou, zoals je net wat wilde hebt gezien, heb ik met Walkyrie gesprongen. Of nou, mijn longeertouw. Walkyrie heeft gesprongen en ik heb nog maar heel even, want de camera is bijna leeg en het kaartje is bijna vol. Maar het ziet er misschien een beetje ook debiel uit dat ik ze zo naast me heb lopen, zeg maar. Alleen, ik ga dus niet vrij springen met en dat zullen jullie in de vakantie een video over te zien krijgen waarom. Maar ja, het ging dus heel erg goed en ik moet wel een beetje meerennen. Maar ze is in ieder geval niet meer bang of druk, wordt ze niet meer door de staande. Dus we hebben weer een stapje overwonnen. En ik kan er binnenkort weer een keertje op om met staanders te springen. Want dan kan ik zelf ook iets hoger met de springen. Want dit ziet er altijd een beetje debiel uit. Omdat het zo best wel een groot paard en dan zo'n klein sprongetje. En ze is natuurlijk een springgefokt, dus ze kan veel hoger. En Jessie is aan het opruimen. Dus ja, ik film thuis nu misschien even iets verder. Want mijn camera is bijna leeg en anders valt hij dadelijk uit. Dus... ja, het ging wel goed, hè? Trots op jou. Zo, ik ben weer thuis zoals je ziet. En als je ziet misschien ook is mijn cameralens schoongemaakt. Want ik zag ook op een video die we hadden opgenomen dat mijn lens nog vies was. En ik was een beetje vergeten schoon te maken. Maar mijn vader heeft hem net schoongemaakt. Dus als het goed is hebben we hier weer een beetje een mooi beeld. En die video die we dus op hadden genomen, want ik was aan het, ik ben aan het editen. En die video die we dus op hadden genomen, ja, we dachten dus dat het best wel een leuke locatie was. Maar eigenlijk is het heel erg gauw en gijs. Dus ik moet even kijken wat ik er nog mee doe. Want ik heb wel 35 minuten even gefilmd. Dus een beetje zonde om dat helemaal opnieuw op te nemen. Alleen, ja, het hangt dus denk ik af als Jessie en ik nog een keer tijd hebben voor de vakantie. Maar het is al bijna dat ik op vakantie ga. Dus ik weet niet zo goed wat ik doe. Dus dat zie je vanzelf wel op. Want voor de rest de inhoud en zo is wel echt heel erg interessant en leuk soort van. Dus ja, dat wil ik eigenlijk. Daarom wel het zo inhouden. Maar ja, de achtergrond en de belichting is niet helemaal goed. Maar dat zul je wel zien wat ik ermee ga doen. Maar ik ga dus nu even de vlog editen van vandaag. Op de beelden die ik net terug heb gezien zagen jullie eigenlijk niet heel veel van springen. Want de bak is zo stoffig bij ons. Omdat het gewoon heel erg droog is geweest de afgelopen tijd. Waarschijnlijk weet je het zelf ook wel. En ja, vooral als je gaat longeren, het zand stuift helemaal op en weet ik wel niet wat allemaal. Maar je hebt toch wel iets gezien en het ging echt heel erg goed. Ze sprong er mooi overheen. Ze heeft 1 keer maar het balkje eraf laten vallen volgens mij. Dus dat is helemaal top. Ja, dat wilde ik eigenlijk nog even vertellen. Binnenkort ga ik er dus ook op zitten met staanders. En dan kan ik misschien mijn record gaan verbreken. En dat gaan jullie dan zeker ook in een vlog zien. Dus ik hoop dat ik dan een beetje iets hoger kan gaan springen met zich. Wel ja, niet echt in deze bak. Maar kijk, als het straks gewoon hier goed overheen kan over de staanders. En het gewoon rustig is. En we hebben iets meer technieken opgebouwd met springen. Want de basis kan ik zelf dan nog wel met de... Dan wil ik ook misschien een keer springlesjes ergens anders gaan nemen. Dus dat is helemaal tof dan. En dan ga ik natuurlijk allemaal filmen voor jullie. Dat jullie het proces mee kunnen volgen. Maar ik ga binnenkort ook een vlog maken weer. Dat ik met Jessie mee naar haar springles ga. Want Jessie heeft om de week springles ook. Dus ja... Dat wilde ik nog eventjes vertellen. Hopelijk vond je het toch een beetje een leuke vlog. Want ja, niet heel veel paarden gefilmd of zo. Maar goed, doe dan dat blauwe duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer hier beneden op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie morgen om 6:30 weer bij een nieuwe video te zien. Doei doei!